Nee, ik vind het leuk. Hey jongens. Hey. Dat is een tijd geleden, wat leuk. Ja, hè? Ja. Ja. Wauw. Wat goed, hé. Je bent dunner geworden in je gezicht. Is het zo? Een beetje. In mijn gezicht. Dat is wel grappig. Ja, ja. Okay. Ik begrijp het ook. Ik snap het. Hé, mooie kerel. Mijn gast, onze gast. Wat fijn, hè? Oh, yeah. Nou, ik heb een kratje meegenomen. Super. Allemaal dingetjes hebben. Allemaal dingetjes. Ja. Kom je vaker in deze hoek van het land? Ik heb echt geen idee waar ik zit. Nijmegen? Dan gaan we via de TomTom. Ja. Dus ik heb echt geen idee. Je volgt gewoon de stem van de TomTom. Ja. Ja, dat doe ik. Ja. Mooi. Met mijn spulletjes. Ja. Ja. Wat heb je allemaal bij je dan? Ja. Je gaat het zo natuurlijk uitpakken. Ja, maar... het is, ik heb iets meegenomen. Dat, is een, dat zijn twee handen. En die heb ik ook in het origineel mee. Ja. En dat is het mannelijk lichaam en het vrouwelijk lichaam. Oh, en ik vind het wel heel toepasselijk. Ja. Dat we het over yin yang hebben. Nou, ja. Dit heb ik een keer in een droom gezien. En toen dacht ik van, ik wil dit realiseren. Toen heeft mijn nichtje, die is kunstenares, die heeft dit... vervaardigd. Oh, okay. Dus, en toen heeft een vriend van mij die heeft de zon erop gezet en dat is dan de kracht van mijn handen. Ja. Net zo. Prachtig. Ja, want ik had hem zien hangen in je praktijk, ja. Maar nooit gevraagd wat het verhaal erachter is. Nee. Dus dat is, en ik zie inderdaad hier dat dit is inderdaad het vrouwenlichaam en het mannenlichaam. Dus dat is wel heel subtiel. Die gaan we straks gewoon in beeld zetten. Oh, mooi. Ja. Ja. Komen. Nou, ik ben klaar. Goed zo. Ah, fijn. Ai, ai. Nou, hier zetten we hier maar eens, als ik voor, kijk, zetten we erachter. Dat licht. We zijn hier in Nijmegen. Ik heb een gesprek met Gerard. We zijn in een mooi huisje, de Oorsprong. Het is dinsdag. Het is middag.
hebben een gesprek over het leven. En ik wil graag tijdens dit gesprek, wil ik vragen om in verbinding te kunnen zijn, in verbinding met de natuur, de bomen hier om ons heen, de wortels, de takken, de kleine takjes, de antennes, de dieren die hier rondlopen. Vragen om onze persoonlijke gidsen, helpers, engelen, en specifiek de voorouders, oermoeders, de oervaders, de verlichte wezens, krachtdieren, dat we in verbinding mogen zijn met jullie voorouders, met jullie spirits, dat alles wat door ons heen wil bewegen, de woorden die we spreken, de bewegingen die we maken, de toon die we uitspreken, de beelden die gevangen mogen worden, dat dat in verbinding is met jullie en datgene wat we willen en mogen laten zien, dat dat kracht krijgt. Ik vraag om veiligheid, om vertrouwen, om transparantie, om eerlijkheid, openheid, een stroom van energie tussen het mannelijk en het vrouwelijk. Was jij dat nou die meespeelde? Ja. Wat mooi. Ja. Nogmaals welkom. Dankjewel. Ja. Meteen in tranen. Ja, ik voel ook ontroering. Het is mooi om het in verbinding te mogen doen. Ja. Je beseft dat we niet alleen zijn, dat we in verbinding zijn. Iedere keer weer, ieder moment. In verbinding met? Nou ja, de bomen die we hier om ons heen zien. Ja. De wortels, maar ook het hele systeem van paddenstoelen, van schimmels onder de aarde, die alles verbinden. En onze voorouders. Dat alles wat wij nu kunnen uiten, kunnen laten zien, kunnen leven, dat zij dat mogelijk niet hebben geleefd. En dat wij, wat wij nu leven, wat wij nu openen, wat wij in beweging zetten, dat het effect heeft op hun. Ja. Omdat tijd niet bestaat. Dat alsnog eigenlijk wat jij in de wereld brengt en manifesteert een effect kan hebben op ja. Eigenlijk
de voorouders die uiteindelijk jou gebaard hebben. Ja. In de hele lijn van de vaders en de moeders. Ja, ik zie ook dat doordat wij zo dapper zijn om alles te leven en alles aan te gaan, dat dat effect heeft op hun. Ja. En dat ook heling heeft op hun, waardoor zij misschien wel makkelijker kunnen gaan. Of wat dan ook. Ja. Ja, het is heel mooi dat je dit benoemt, want toen ik hier naartoe reed vanochtend, heb ik ook echt op een bepaald moment echt gevoeld dat ik het contact maakte, ook eigenlijk met het grotere veld, dan alleen maar deze aardse mensen met wie we hier nu aanwezig zijn, maar dat er eigenlijk een heel systeem in een niet zichtbare wereld ook aanwezig is om eigenlijk dat wat wij hier vanmiddag in de wereld zetten, eigenlijk te ondersteunen en zelfs ook misschien wel te gidsen, te inspireren. En daarom, ja, het ontroerde me ook dat je eigenlijk die ruimte ook hier meteen inneemt. Hmm. Los van wat je mee hebt genomen aan materiële zaken die voor jou ook een niet-materiële waarde vertegenwoordigen. Maar dus ook eigenlijk met je drum nu eigenlijk die eenheid aanroept. Mm-hmm. En ik voel ook je dankbaarheid daar naartoe. Ja, ik vind sowieso, vind ik het bijzonder om hier te mogen zijn. Hè? Dat jullie de tijd nemen om met mij te zijn en datgene aan te horen wat ik heb te vertellen misschien, maar in verbinding met jullie. Ja. Dat vind ik sowieso al iets heel bijzonders. Mm-hmm. Dus dat jij mij belde met de vraag van of ik dat zou willen, toen had ik ook meteen tranen in mijn ogen. Hetzelfde als dat ik ga beginnen met drummen, dan voel ik meteen een verbinding niet alleen maar met mezelf, maar met iets veel groters. En dat vind ik heel fijn. Dus jouw tranen zijn dan niet per se verdriet? Nee, dat is het bijna nooit. Okay. Het is puur ontroering van wat er in mijn systeem gebeurt in verbinding met alles. Ja. Ja. Hmm. Ja, weet je wat ik heel gaaf vind? Dat heb ik deze week een aantal keer gehad, dat ik... Ik zie het nu ook, dat ik in contact kom met iemand en als je dan op een moment zeg maar stilstaat bij dat contact en de tijd neemt, dat je elkaars ziel kunt gaan zien en elkaars ziel kunt gaan voelen. Als je je kunt overgeven aan joh. En dat vind ik zo fantastisch. Ja, dan wordt het veel breder dan alleen maar een soort dat op elkaars identiteit en ego gericht zijn. Dat valt helemaal weg. Het is meer dat je direct toegang hebt tot een ziel. Ja. En dat is iets wat emotioneert. En dat is als ik met spirits spreek of verbinding maak, dan voel ik dat ook. Heb je dat al je hele leven? Ik weet wel dat het contact, dat zielscontact heb ik wel mijn hele leven met sommige mensen. Maar niet het besef van dat ik in verbinding ben met de natuur, dat is pas later gekomen. Ja. Ja. En dan vrij recent of wat langer geleden? Nee, nou, als kind waren we altijd in de duinen. Ik woon vlakbij de duinen en we waren altijd in de duinen. Maar het besef dat ik echt verbonden was met de bomen had ik niet. Dat is eigenlijk pas gekomen dat ik met Sifra was. Denk 10 jaar geleden of zo, toen we veel vaker naar de natuur gingen, maar ook meer bewust contact gingen maken met de bomen
Met het hele systeem. En ja, dat is echt... ja, dat heb ik geleerd via Sifra. Sifra is jouw geliefde? Dat is mijn geliefde. Ja. Dat is mijn toppertje. Mm. Ja. En zij inspireerde jou daarin? Of heb je dat samen? Nee, zij nam mij mee. En zij liet mij op een andere manier kijken naar de natuur. En we gingen zitten en we deden onze prayer deden we in de natuur. En toen langzaam ging ik dat ervaren. Ging ik ervaren dat ik verbonden was. Dat de stikstof die ik uitarm, dat zij dat omzetten in zuurstof. En dat we verbonden zijn. En dat die wortels zo diep gaan dat er een heel net onder zit. Ja, en als we dan in het bubbelbad in de sauna zitten, dan kijken we naar de bomen, dan zien we die kleine antennes. Ja, het is bijna een droom of zo. Wauw. Ja. Dus eigenlijk een soort groeiend besef en bewustzijn. Ja. 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 Nou, zo heb ik het ook ervaren, dat ik inderdaad... Lekker theetje. Ja. Ja. Fijn. Ja, eigenlijk een aantal stappen eigenlijk. Eerst ging ik dingen ruiken, de populiere bladeren in de herfst voor het eerst. Was dat voor mij echt zo'n heel fijne ervaring. Eigenlijk heel onverwacht. Ik was aan het hardlopen en ik rook in één keer hoe prettig de bladeren van de populieren die op de grond lagen voor mij eigenlijk een soort herinnering aan de herfst gaven. Mm. En in de jaren daarna ook bijvoorbeeld in het voorjaar de bloesem. En dat ik het eigenlijk voor het eerst pas echt ging ruiken. En zo steeds dat eigenlijk breder en verdiept geworden. Dat gevoel van verbinding, genieten, dankbaarheid. Mm. En soms is het er ook even helemaal niet. Mm. En dat is ook oké. Ja, mooi dat jij dat ook eigenlijk hebt ontwikkeld. Ja, ja. 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 Tja. Ja. Ja, ik heb allerlei draadjes in mijn hoofd van paden die ik met jou wil bewandelen. Ja, en ik voel dat ik dat ook even een beetje voorzichtig van, hé, niet zo holde de bolder de heuvel af naar links of naar rechts. En dat vind ik heel leuk. Ik heb een paar draadjes in mijn hoofd van lijntjes waar we kunnen wandelen. Maar ik wil daar heel voorzichtig mee zijn. Ik kan me voorstellen. Ja. 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 Normaal zie ik jou eigenlijk de laatste tijd, als ik jou zie, in een mooi wit pakje. Ja, ja. Dan kom ik naar jou toe voor een sessie. Ja. 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 Misschien wel goed om daar even een beetje een korte schets van te geven. Dat ik op een gegeven moment voelde al een langere tijd van, als ik een keer... Ja, me in een bepaalde richting, als het gaat over levensenergie, wat zou willen bewegen, dan wil ik wel een keer naar Ronald toe. En ik had niet echt een beeld van wat en hoe. Nee. En toen heb ik, denk ik, in september contact met je gezocht. En nu een paar keer, keer of vier, heb ik bij jou een sessie. En dat noem jij een de-armoring. Mogen meemaken. Ik heb al heel wat lichaamswerk gedaan, emotioneel lichaamswerk. En ja, dat is voor mij elke keer nu weer een hele bijzondere ervaring om door jou eigenlijk letterlijk onder handen genomen te worden. Mm-hmm. En, ja. Ja. En wat kan je in eigen bewoordingen kort kenschetsen voor mensen die geen idee hebben wat de-armoring is? Van wat wow, waar gaat het over? Waar is het voor? Hoe ziet het er min of meer een beetje uit? En, ja, ik kan natuurlijk heel specifiek zijn van wat ik doe als mensen komen, et cetera. Nou, het is wel goed te weten dat als mensen voelen van dat ze
nou ja, dat ze hun levensenergie, hun seksuele energie wat meer show willen geven. Misschien dat het niet helemaal stroomt of dat ze voelen van nou, ik wil daar iets mee. Nou, dan kunnen ze contact opnemen en dan gaan we een gesprek aan en dan gaan we kijken wat het verlangen is. En hoe het stagneert. Dan gaan we een datum gaan we prikken en dan begint in principe de sessie al. Dan kunnen mensen al van allerlei dingen verwachten, ook al duurt het nog een aantal weken voordat ze dan gaan komen. En dan komen ze en dan is het vaak een beetje spannend. Nou, dan doen we een kopje thee zoals we hier ook zitten. Dan ben ik inderdaad in mijn kleding, helemaal in het wit. Witte schoenen, witte broek. Dan een kopje thee en dan even kijken van, nou ja, hoe zit je erbij? En eigenlijk het meest essentiële wat ik altijd vraag voordat mensen op de tafel gaan, is of ze ook openstaan voor het interne deel van de sessie. Een intern deel, bij mannen is het dan hè, de penis, de ballen, het perineum tussen de ballen en de anus in, de anus zelf. Dus het is eigenlijk nog wel buiten het lichaam, maar jij noemt dat voor het gemak al intern, ja, omdat het heel intern ja, is. Ja, omdat het een gebied is wat over het algemeen dus geseksualiseerd is, maar waar over het algemeen wat schaamte op zit, misschien wel schuld op zit en dus afgesneden kan zijn van de rest van het lichaam. Ja, ook een taboe misschien, hè? Ja, taboe, ja, dat kan absoluut. Ja, dus het interne deel is dat deel wat misschien wel een tijd lang niet heeft meegedaan of niet goed doorvoeld kan zijn. Nou, dus daar gaan we. Nou, dus ik vraag dat. En voor vrouwen is dat de vagina, ook het perineum. De eerste keer doe ik sowieso de anus niet bij vrouwen. Zeker de baarmoeder. De baarmoeder is essentieel voor vrouwen. Dat doe ik dan vaak eerst al extern. Maar ik vraag dus of ze openstaan voor het interne deel. En als het zo is, dan kan dat gebeuren. Het betekent ook niet dat het gebeurt. Want het kan best zo zijn dat het externe lichaam zoveel seintjes geeft. Dat voldoende is om de sessie mee te kunnen vullen. En jij noemde levensenergie en seksuele energie. En misschien dat het ook goed is voor onze kijkers om daar iets meer uitleg over te geven. Ja, maar ik denk niet dat er zoveel verschil in is. Dat zeg ik ook niet. Maar ik ben even benieuwd, hè, wat versta je onder levensenergie? Wat versta je onder seksuele energie? Gewoon dat mensen daar. Want dat is ook voor heel veel mensen, denk ik, amper een soort van bewust. Mm-hmm. Want seksuele energie wordt eigenlijk altijd gekoppeld voor heel veel mensen aan seks. Oké. Ik zie levensenergie is voor mij de energie die vrij kan stromen. Mm. En daar hoort je seksualiteit ook bij. Als je levensenergie niet stroomt bij je seksualiteit, dan stagneert er iets. Dus dan doet je seksualiteit niet mee. Je seksualiteit is het hele bekkenbodemgebied. Dus ja, het is voor mij is levensenergie het geheel, inclusief de seksualiteit. Ja. Dus daarom kan ik het ook seksuele energie noemen. Dat deel, als dat deel meedoet, dan is er over het algemeen een vrije stroom. Maar je doet al zo. Ja. En dat vind ik al heel mooi. Ja. En is dat dan ook zoiets in het lichaam, levensenergie? Ja. Ja, het is, weet je, het kan overal stagneren. Het kan overal stagneren. Dus ja. het is een soort onderzoek om te kijken van waar iets stagneert en daarbij blijven met heel veel liefde en heling. Want mensen vragen ook wel eens, maar ga je dan op specifieke plekken je hand leggen? Maar een hand leggen met liefde en heling kan een heel lichaam doen bewegen. Activeren. Ja. Ja, dus
Zoals aanstaande keer hebben wij in onze training Magie van Seksualiteit hebben we de-armoring. En daar gaan mensen ook leren om het bij elkaar te doen. En dan zal ik ze ook leren dat een aanraking met aandacht en met liefde en met heling eigenlijk de meest waardevolle aanraking is die er is. En dan maakt het nog niet eens uit op welke plek je zit. Nee. Maar als je erbij kunt zijn. Ja, dat is wat ik ook heb ontdekt eigenlijk. Ook jaren geleden heb ik een opleiding gedaan om tantrische massages te geven. Mm. En toen ontdekte ik eigenlijk ook, het gaat niet zozeer om de technieken. Mm. Maar het gaat heel erg om de intentie en het aanwezig zijn en vooral aanwezig blijven. En het volgen van alleen maar mijn handen in een soort intuïtieve beweging over of zelfs boven een lichaam. Ik hoef ook... Mm. Iemand niet eens per se aan te raken om contact te hebben met het energieveld van die persoon. Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja. Ja, daarom is het ook mooi dat als je in verbinding doet, hè, dan heeft het ook niet alleen effect op het lichaam waar je mee bezig bent, maar ook met het systeem van die persoon. Ja, want is het dan zo dat, zoals ik het ervaar, is ik heb een fysiek lichaam, mm-hmm. en ik heb een emotioneel lichaam, een mentaal lichaam en een spiritueel lichaam. En al die energie soort velden zitten in mij. Sommige mensen kunnen het ook zien, mm-hmm. Maar de meeste mensen zien alleen maar het fysieke lichaam. En mm-hmm. daar hebben ze dan kramp of pijn. En jij werkt dus ook met die andere lichamen, denk ik. Absoluut, ja. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Sowieso het energetisch lichaam natuurlijk, dat is zo sterk. Ja. Want ik merk als ik nu met jou in gesprek ben, dat ik eigenlijk de neiging heb om vanuit toch een soort gespannenheid steeds spiertjes aan te spannen of mijn kaken wat te krampen. En dan voel ik, oh ja, nou wil ik hier iets krampen of verstijven. En dat is voor mij nu al een indicatie van, hey, mag ik ontspannen? Mm. En ik hoef niet totaal ontspannen te zijn, maar ik vind het wel een leuke uitnodiging naar mezelf. En misschien ook als kijkers nu op de bank of op welke plek dan ook kijken van, hey, dat mensen mogen inchecken van, wat span ik nu aan als ik het gesprek interessant vind of letterlijk spannend vindt, of vervelend vindt, of ik ben het er niet mee eens. Mm. Dus ik nodig eigenlijk de kijkers ook heel erg uit, van ga maar eens voelen van, maar hoe ervaar jij dat als je met mij in gesprek bent? Ben je helemaal ontspannen? Hoe? Voor mij is het een uitdaging om de juiste woorden te vinden bij wat ik wil zeggen, of wat ik wil laten horen. Ja. Dat is voor mij niet zo makkelijk, omdat ik kan wel een andere taal gaan spreken, dan is het voor mij makkelijker om dingen uit te leggen dan in woorden die een bepaalde betekenis hebben voor mensen. En ja, dat is ook voor iedereen weer een andere betekenis. Dus ik spreek liever in een sound. En dat zal je tijdens je sessie ook hebben ervaren. Dan spreek ik vaak een andere taal, omdat ik dan dan zit ik in een flow en dan ben ik verbonden. En dan zit ik eigenlijk in een andere bewustzijnstaat. Ja. En dan spreek ik ook een andere taal. En die taal, ja, die gaat eigenlijk vanzelf. Ja, ja, want ik hoor je inderdaad altijd geluid maken. Geluiden. Ja. Een trilling en... Ja. Ja, want dat ontdekte ik toen ook, denk de vorige sessie, dat als jij dan op een gegeven moment echt een plek bij mij letterlijk raakt en het doet pijn of het steekt, dat het mij dan ook weer helpt om daar ook klank aan te geven. Mm. En dat op een gegeven moment allemaal gaat trillen in mijn lichaam. Dus dat is een heel andere gebruik eigenlijk van onze keel, dan de woorden die een betekenis hebben waarmee we proberen begrijpelijk te zijn. Want dat is wat je dus eigenlijk aangeeft, dat vind je wel spannend, om begrijpelijk te zijn. Dat is een heel verhaal. Ik heb op jonge leeftijd ben ik gaan stotteren. Ik denk 5, 6-jarig leeftijd. En ik heb tot aan misschien wel mijn
misschien wel mijn 25ste of mijn 30ste, heb ik niet normaal kunnen spreken. Dus ik kon geen woord normaal uitspreken. Dus ik kon me ook niet uitdrukken in woorden. Hmm. En dat was een behoorlijke opgave. En daar heb ik behoorlijk mee gestruggeld. Dus dat is gewoon een periode geweest waarin dat niet ging. Nee. Nee. Ik heb daardoor wel geleerd om... En mijn moeder, die was zo'n persoon, dat was een echte yin-vrouw, echt een vrouwelijke vrouw. Ja. Terwijl mijn vader was het tegenpool, maar mijn moeder, die kon heel goed luisteren. Die was altijd stil, die kon luisteren. Die was nooit veroordelend. Het ergste wat zij zou kunnen zeggen tegen mij, dan had ik ingebroken bijvoorbeeld. En dan vertelde ik van, nou, ik heb daar ingebroken. Ingebroken? Inbreken. In een gesprek? Inbreken in een huis. Oh, of in een, ja. Dat deed jij? Dat deed ik. Oh. En dan zei ze, oh Ronald, zou je dat nou wel doen? Dat was dan het ergste wat ze dan zou kunnen zeggen. Dus niet van, nou, dat zou je dat nou wel doen? Dus jij brak in huizen? Nou, dat deed ik in de tijd van dat ik in de puberteit zat, ja. Deed ik dat wel. Nee, het valt zo uit de lucht, ik zei ja, nee, in. Maar als je het dan hebt over yin en over reacties. Ja. En met mijn moeder had ik dat contact, ja. Dus die was niet veroordeeld, die luisterde altijd. Wauw. En ja. Ja. Nee, ik dacht even, wat hoor ik nou? Dus ik was zo, en in één keer komt er zo, nou dat brak ik in. Dus ik dacht nou oké. Okay. Ja. 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 Hmm. Ja. Hmm. Dus jouw moeder, zeg je, dat was eigenlijk iemand die oordeelloos kon luisteren. Ja. En ook omdat je eigenlijk veel last had van stotteren, door haar eigenlijk wel ontvangen werd. Ik weet niet of dat er mee te maken had, maar het was gewoon zo dat ik voelde me in de yin-energie gewoon altijd fijner dan in de yang. Ja. Mijn vader, dat was, die had zaken, die had huizen, het was een zakenman, die was doelgericht, die wist precies wat hij wilde, altijd gefocust. En ja, die had ook een plan voor mij en voor mijn broers. En ja, dat voelde voor mij nooit goed. Hmm. Het was te doelgericht en te veel moeten. En bij mijn moeder was er ruimte. Hmm. En was er niet hoeven, maar helemaal kunnen zijn. Dus dat was een... ik heb wel heel veel van mijn vader geleerd. Hmm. Maar het was heel mooi dat yin en dat yang zo naast elkaar in ons gezin er kon zijn. Wow. En dat ik eigenlijk kon kiezen van, nou, waar wil ik in zijn en waar wil ik nu iets van meekrijgen. Hmm. Daar kon je dan eigenlijk zelf je keuzes in maken. Dat je voelde van, nou, nu trek ik even naar mijn vader, want dat vind ik wel interessant. En wat hij nu doet of wil, en een ander moment, dan trok je naar je moeder. Ja, en ik denk vooral de eerste tijd in mijn leven tot aan misschien wel mijn 15e, mijn 14, 15e, ben ik toch wel met mijn moeder opgetrokken meer. En mijn vader en ik botsten eigenlijk alleen maar. Oh, botsten? Ja. Het was, ik weet ook, op mijn 17e ging ik om mezelf wonen, omdat ik gewoon thuis niet meer kon wonen, omdat ik alleen maar ruzie had met mijn vader. Oké. Okay. Ja. En je had het over broers. Waar sta jij in de rij van? Ik ben de middelste. Oh, de middelste. Ja. Dus ik heb een oudere broer en een jongere broer. Ah, ja. Ja. Okay. Ja, en mijn vader, die werd op een gegeven moment uitgenodigd voor het Nederlands elftal. Die zou het Nederlands elftal gaan voetballen. En toen raakte hij net geblesseerd. En dat was eigenlijk het verdriet van zijn leven. Want ja, hij voelde zichzelf een hele goede voetballer. En dat was het waarschijnlijk ook. Maar daardoor moesten wij in het Nederlands elftal komen. Mijn vader's droom was mijn zoons. Of een van hun, mijn zoons of mijn... Mijn drie zoons die mogen in Nederland zelf komen. Dus wij werden altijd extra getraind. We kwamen bij profclubs en het was wel. We werden wel gestuurd. Terwijl ik had eigenlijk geen idee of ik dat wel wilde. Nee. En mijn jongste broer, nou, dat was een supertalent. Maar die wist het ook niet. Oh. Nee.
En mijn oudste broer die wilde dat wel, maar die raakte al snel geblesseerd en die, ja, dat ging hem niet meer worden vanwege zijn fysieke lichaam niet. Mm. Wij hadden het nog wel kunnen worden, maar wij voelden hem zelf niet. Nee. Nee, ik vind het heel bijzonder, want de vorige man in Yin-tijd was Bo Baden. En die had eigenlijk op een andere manier een vergelijkbaar verhaal met voetbal. Dat hij heel goed kon voetballen. Okay. En dat eigenlijk ook in de vader-zoon relatie, dat voor hem op een gegeven moment een reden was. Omdat het, hij is eigenlijk gestopt met voetballen, wat hij heel graag deed, op heel hoog niveau. Dus hij werd ook echt bijna gescout door inderdaad grote profclubs. Ja. Dus dat is eigenlijk heel verrassend. Dat jij eigenlijk ook voetbal echt natuurlijk als, is natuurlijk een heel symbolisch ding voor mannen, voor vaders. Dus, maar weet je, ik was zo'n voetballer die in de zomer misschien wel piekte. Als het warm was, speelde ik goed. En dan werd het november, december, dan werd het koud. Nou, dan... Dat vond ik wel zo erg, in mijn korte broekje en shirtje op het veld staan. Ik was vaak helemaal blauw. Oh. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ja. Ik ging ook heel vaak eraf in de winter. Okay. En dan kwamen de trainers weer praten van of ik door wilde gaan. Hmm. En dan liet ik me weer overhalen, ging ik er weer op. Nou ja, zo ben ik eigenlijk constant doorgegaan, erop en eraf. Ja. Nee, ik vond kou vond ik ook verschrikkelijk. Dus, Nee. En dan is het eigenlijk heel mooi wat je dan dit ook inbrengt. Kou vond je verschrikkelijk, want we hebben het plan om straks nog even te gaan zwemmen. En het is nu januari. Ja, maar we zitten nu natuurlijk wel in de yin-energie. En dat is wel een doelgericht iets wat we dan gaan doen. Dus ik heb mijn zwembroek meegenomen en ik moet nog voelen of ik het ga doen natuurlijk. Dat geldt voor mij ook en voor Frank en de jongens. Ja. Dat inderdaad, dat is voor mij ook essentieel met zwemmen in de winter. Is dat, dat gaat voor mij niet over presteren. Nee. Maar dit is wel heel mooi dat je dit zegt. Want van voorbereiden, op een gegeven moment toen zat ik in de tantrische scene en dan kon je dates hebben met vrouwen. En ik val op vrouwen, dus ik had dates met vrouwen. En dan ging ik was altijd voorbereid. Hè? Dus mijn nagels waren mooi geknipt en geveild. Mijn haartjes geknipt, een beetje geschoren. Anus altijd goed gespoeld. Dus als ik dan een date had, dan kon ik in principe stijgen in de seksualiteit als er iets zou gebeuren. Maar dat weet je natuurlijk nooit, want het moet er zijn en ontstaan. Dus ik vind het wel mooi, zoals nu, ik ben voorbereid voor de koude duik. Ik heb een zwembroek mee en een handdoek. Maar ja, je weet niet hoe het voelt. Nee. Het kan best zo zijn, kijk, het is hier niet heel erg warm, dus mijn lichaam is niet optimaal warm. En dat betekent dat ik misschien wel helemaal niet dat ga doen. Nee, mooi. Heel mooi. Ja. 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 Dus zo, ja. Ja. Nou, ik vind het zo leuk dat je dat noemt. Dat je dus eigenlijk als kind het heel erg koud had. Want ik heb ook eigenlijk heel lang eigenlijk altijd alleen het comfort gezocht van warmte. Hmm. En kou vond ik niks. En ik zocht altijd de warme kachel op. En 7 jaar geleden, toen zat ik een behoorlijke crisis na een relatiebreuk en mijn hele leven was in elkaar gestort. En toen wist ik ook van ik moet iets anders gaan doen dan ik altijd gedaan heb om hieruit te komen. Mm. En een van de dingen die ik toen ben gaan doen is dus winterzwemmen. En dus eigenlijk buiten die comfortzone. Het is wel grappig. Ik heb nu ik krijg het seintje dat ik dan wil doorvragen. Maar dat doe ik niet. Snap je? Ja. Dus dat is een soort reactie op wat jij zegt. Ik denk, ik wil eventjes wat meer weten erover, maar ik doe het niet. Nee, en waarom niet? Wel grappig. Ja. En waarom doe je het niet? Weet je, heb je daar een idee? Nou, omdat ik
ben uitgenodigd en ik vind het heel fijn als jij iets aan mij vraagt en doorvraagt. Ja. Dus daarom doe ik het niet. Ja. Maar ik voel wel een soort... automatisme. Automatisme, ja. Maar ook nieuwsgierigheid. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik vind het heel mooi dat je dus hier... Want dat is dus precies zo mooi waarom je dit inbrengt. Omdat ik dus een aantal paden al voelde van waar het in het gesprek over kan gaan. En als we dus inderdaad... als jij nu die vragen zou stellen en ik ga daarop in... Nou, dan kunnen we daar vast nog een kwartier heel geanimeerd over spreken. Mm. Maar ik voel ook dat er een heel belangrijk thema is... wat ik echt onder woorden wil brengen met jou in dit gesprek. En ik denk dat... dan kunnen we natuurlijk altijd kijken of dit gesprek... in plaats van iets meer dan een uur, misschien wel 2 of 3 uur gaat duren. Maar ik denk dat Frank en de jongens dat ook niet heel erg leuk vinden. Mm. En daarom is het misschien ook een soort... Dat jij dus inderdaad ook in die afstemming voelt van... ik zou die vraag wel willen stellen, maar ik wacht er toch even mee. Want jij bent inderdaad uitgenodigd. Ik hou wel heel erg van de interactie. Dus je moet vooral je enthousiasme of je nieuwsgierigheid naar mij toe ook volgen als je wilt. Maar vanochtend toen... al eerder eigenlijk, stemde ik me af op ons gesprek. En dat is voor mij heel belangrijk geworden. Om eigenlijk ook het breder te trekken dan alleen maar in het moment. Maar eigenlijk ook al in die aanloop. Wat jij met je cliënten ook zegt. Van als de afspraak is gemaakt, dan begint het al. Ja, ja. En het is de bedoeling dat dit gesprek wordt uitgezonden ergens eind februari. Alleen vorige week is er een behoorlijke pleuris uitgebroken omdat er zogenaamde coaches van The Voice of Holland seksueel overschrijdend gedrag hebben vertoond. En eigenlijk de hele Nederlandse maatschappij daar heel erg van op de achterste benen terecht is gaan staan. En dat er nu eigenlijk heel veel weer aandacht is terecht voor het probleem van vooral mannen. Die seksueel overschrijdend gedrag vertonen. En vanochtend bedacht ik me ook, wat neem ik eigenlijk mee hier? En toen dacht ik, ja, het is wel cliché, Gerard, maar ik voelde dat ik deze pop mee wilde nemen. Die staat bij mij al een paar jaar. En het is een pop die... in Japan meisjes kregen als ze een jaar of 16 waren. Dat was een beetje een soort gebruik. Mm. Dus het is niet zo'n klassieke geisha die heel erg volwassen is, maar het is nog meer een meisje. En toen realiseerde ik me dat ze staat voor mij ook voor het onschuldige meisje. En ik ben eigenlijk heel benieuwd als we dus kijken naar wat er nu loskomt in de media. Hoe is dat voor jou? Wat er loskomt? Nou, en wat zie jij eigenlijk aan patronen, mechanismen? Want het is heel makkelijk om het allemaal te veroordelen. En wat ook terecht is. Maar er is... Ik ben echt benieuwd dat we... Ja. Van wat is het voor jou? Nou, het is een hele goede vraag. En het is absoluut geen gemakkelijke vraag. Omdat we hebben sowieso allemaal te maken met een hart, hè, met ons hart. En ons hart zal niet altijd stromen. Hè, dat is, je hebt momenten waarbij je hart onbewust sluit. En als je hart sluit, als je hart niet stroomt, dan kun je dingen doen omdat je ze niet voelt. Dat kan. Ik kan zelfs heb ik momenten als Sifra, die kan soms harde dingen zeggen, maar met een fysiologie en met een mimiek, alsof ze mij op mijn identiteit raakt. Alsof ze me op mijn identiteit... nou, gewoon absoluut niet moet. Ja. Op dat moment sluit ik mijn hart. En ik weet dat. En dan duurt het een tijdje voordat ik hem open. Op dat moment, als ik een gesloten hart heb,
kan ik uitspraken doen, kan ik dingen zeggen, kan ik dingen misschien wel doen die niet in verhouding staan met wanneer mijn hart open staat. En ik weet niet wanneer een hart van iemand dicht is of open staat. Ik weet dat mensen verschrikkelijke dingen kunnen doen. Maar ik weet niet hoe het werkt. Wat dat betreft. Want dat kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen zich laten leiden door bijvoorbeeld geilheid. Of adrenaline of dopamine. Ja, als je leiden door je geilheid. Ja, dan ben je ook in principe uit verbinding. Uit verbinding met je hart. Maar uit verbinding met jezelf. Dus zeker uit verbinding met diegene waarmee je bent. Ja. Dus. Is geilheid dan eigenlijk dat je iets projecteert op de ander wat je opwint? Ja, dat kan je doen. Kijk, stel je voor, ik kijk heel veel porno. Ik neem heel veel pornobeelden tot me. Jij bent een vrouwelijk persoon, omdat ik daarop val. Dan kan het zo zijn dat ik seks met jou heb, maar dat ik de beelden die ik in mijn hoofd heb op jou projecteer. Dus ik wil eigenlijk dat jij bepaalde standjes doet, ik wil dat jij bepaalde lingerie aandoet, bepaalde. Om maar die prikkeling te krijgen die ik kan krijgen en waarvan ik weet van dat zijn een soort mentale orgasmes. Mentaal orgasme noem je dat? Het is een mentaal orgasme. Hmm. Ja. En het lullige is dan dat eigenlijk van kwaad tot erger wordt, want datgene wat je in je hoofd creëert op een bepaald moment werkt dat niet meer voor een mentaal orgasme. Dus je hebt iets heftigers te gaan doen. Ja. Of iets wat je nog niet kent. Intenser. Ja. Ja, andere situaties. Wij spreken hetzelfde dat iemand die alcoholverslaafd is op een gegeven moment aan een liter bier niet meer genoeg heeft om dat gevoel te krijgen. Dus het wordt alleen maar meer en heftiger. Ja. En dan wordt het ook zware alcohol. Ja, dus weet je, wat je aan me vraagt, ik weet het niet. Ik vraag ook in die zin niet een antwoord. Nee, maar wat gebeurt er? Ja, dit gebeurt in me. Hè? Een open en een gesloten hart. Ja. Maar ook je kunnen laten leiden. Wat dacht je van onderdrukking? Hè? Als je het dan hebt over Ali B. Dat is natuurlijk iemand die komt uit de Marokkaanse cultuur. Hè? Vrouwen die mogen niks laten zien. Maar hier in Nederland laten vrouwen wel dingen zien. Dus dat kunnen al sletjes en hoeren zijn in de ogen van die cultuur. Ja. Weet je, ik weet ook niet wat daar allemaal speelt. Nee, dat geloof ik ook. En het is alleen voor mij nu een kans dat we, hè, ook vanuit jouw achtergrond en jouw werk. Hè, want je werkt met seksualiteit en met Cifra geven jullie daar trainingen ja. in. Dus daarom ben ik gewoon heel benieuwd. Ik ben benieuwd naar jouw reflectie. Niet naar jouw antwoord, maar hoe reflecteer jij op wat er nu eigenlijk speelt? Ja. En wat er natuurlijk eigenlijk al honderden jaren speelt. Hè? Dus seksueel geweld naar vrouwen is zo oud als de mensheid. Mm-hmm. Ja, wat voor ons en tijdens onze trainingen ook heel erg belangrijk is dat alles er mag zijn. We hebben bijvoorbeeld een blok seksuele fantasieën. Waarbij de cursisten al thuis zich gaan voorbereiden en uiteindelijk hun diepste seksuele fantasieën gaan delen met andere cursisten. Ja. Je kunt denken van wow, dat ga ik nooit doen. Maar wij creëren zo'n veilige space en het wordt zoiets bijzonders dat mensen dat kunnen gaan doen. En als je gaat delen over diepe fantasieën, ook al is het met benen afhakken of wat dan ook, weet je, seksuele fantasieën kan van alles zijn. En het is vaak een vervorming, omdat het er lange tijd niet mocht zijn. Ja. Dus de fantasieën gaan van kwaad tot erger tot maf. En als dat er mag zijn, als je dat kunt openen, dan kan het weer een soort neutraliseren, yes. Het transformeren. Ja. En
Dus het hoeft dan niet eens per se geleefd te worden, maar dat het eerst maar eens gewoon uitgesproken wordt en dat daar dus die schuld en die schaamte en het taboe overwonnen wordt. En dat mensen alleen al luisteren naar een fantasie van iemand die voor die persoon eigenlijk misschien wel heel schaamtevol is. Absoluut. En ja, daarin mogen zijn. Hmm. Hè? En in die angst of in die schaamte of in het taboe of in die schuld helemaal mogen zijn. En daarin toch vertellen. Hmm. En daarin kunnen transformeren. Hmm. En uiteindelijk, dan hebben we een structuur dat mensen ook hun fantasieën kunnen uit gaan beelden in de vorm van een act. Hmm. Ja. En dan denk ik dat je enorm verrast kan worden. Gigantisch. Want je kan je niet fantaseren wat sommige mensen fantaseren, denk ik. Nee, maar het mooie is dat als dat onderwerp er is, dan hebben we allerlei kleding mee en lieslaars en pruiken en van alles waar je maar een fantasie mee kunt bedenken. Ook een broek van een timmerman met een hamer en dingen en een boormachine bijvoorbeeld. Of een ramenlapper. Mm. Hè, met zijn, dus alles is aanwezig om datgene uit te kunnen beelden of daarin te kunnen in een persoonlijkheid van jezelf te kunnen stappen en daarin te kunnen bewegen en te kunnen zijn om te voelen van hoe dat voelt. Ja. Ja. Het was afgelopen keer was het fantastisch. Er lag een klein sportbroekje, een Adidas sportbroekje lag op een tafel. En toen voelde ik van, nou, ik wil dat sportbroekje aan. En ik was eigenlijk helemaal bloot, ik deed het sportbroekje aan en ik was weer die jongen die naar de gym ging. Vroeger gingen we dan naar de gym en dan had je gym en dan waren de meisjes, die hadden een badpakje, geloof ik. Ja, een turnpakje. Turnpakje en wij gewoon een korte broek, blote voeten en een bloot barsie. Maar in die tijd kregen de meisjes al een beetje borstjes, dus het was al een beetje zo van, nou, jongens en meiden zijn een beetje anders. Dus het was de begintijd van mijn seksualiteit. Ja. En dat ik in dat sportbroekje liep en in aan het springen was. En ik vond het helemaal fantastisch. Maar ik was dus weer in die tijd. Ja. En ik wil maar zeggen dus dat je als je... En dat is voor de meeste mannen zo. Als je bijvoorbeeld als man in het vrouwelijke deel van jezelf mag stappen. Ja. Hè, dat je bijvoorbeeld als vrouw gekleed gaat en de bewegingen mag maken en daarin helemaal mag zijn, dan kan dat vrouwelijke wat je sowieso in je hebt, dat kan ruimte krijgen, waardoor je ook weer beter in je mannelijkheid kunt zijn. Ja. Ja, want als het vrouwelijke mag zijn, dan kan het mannelijke meer ruimte krijgen. Ja. En dat zag ik ook heel duidelijk, dat een aantal mannen dat dan zo neerzetten en zo daarin zijn en uiteindelijk zo groeien in hun mannelijkheid. Maar dit is nogal wat, hè? Want als je natuurlijk een gemiddelde krant of televisieprogramma bekijkt, dan mag het hier niet over gaan, want dat is natuurlijk, daar wordt over geginnegapt en dat is raar. Dus ik vind dat wel heel mooi dat er plekken zijn die dat bewustzijn opzoeken en die daar eigenlijk een platform voor creëren, zoals jullie dat doen. Mm-hmm. Dat er eigenlijk geëxperimenteerd mag worden wat jongeren vaak eigenlijk maar heel beperkt kunnen en mogen doen. Dus dat alsnog, misschien wel als iemand 40 of 50 of 60 is, dat alsnog eens een keer mag. Zoiets? Nou, ja, zoiets. We hebben één cursist die is 70, 75, nou, als je zag hoe die dan zich omkleedt en daarin helemaal mag zijn, ja, dat is gewoon transformeren, fantastisch. Ja. Kijk, als ik dat al heb met zo'n sportbroekje, nou, laat staan de cursisten die helemaal, eigenlijk helemaal door het lint gaan om en dan hebben we een fysicist erbij, een hele professioneel die je kan opmaken. Mm. Precies zoals jij wilt. Mm. Wauw. Ja.
Ja, dat is bijzonder. En daar hebben mensen wel lef voor nodig, want je moet dus vaak door allerlei eigen taboes heen kunnen en durven bewegen. Want dat is nogal wat, hè? Nou, je kunt alleen bij ons de training gaan doen als je radicaal open en eerlijk wilt gaan zijn. Ja. Als je het niet al bent, dan om te gaan zijn. En dan naar jezelf toe en daardoor ook naar de ander toe. Ja. Als je die guts hebt, als je dat wilt, als je zo stromend wil zijn, ben je van harte welkom. Ja, ja. Want het betekent niet dat je het ook kunt. Nee. Maar doordat we het zo opbouwen, heb je de mogelijkheid om daar stap voor stap in te stappen. En de een die kan een grotere stap maken en de ander die maakt een klein stapje. Het zijn allemaal stapjes. Ja. En daar gaat het om. Ja, ja. Als je maar de wil hebt of het verlangen hebt om dat open te willen gooien. Ja. Maar als ik dan even het weer terugtrek naar de hele maatschappij. Als ik naar mijn eigen puberteit kijk, daar was dus eigenlijk helemaal niet een plek om überhaupt erover te praten, over seksualiteit. Het ging alleen maar over dat ik op school leerde iets van hoe een kind verwekt wordt met een zaadcel en een eicel. Mm-hmm. Maar het hele idee van seksualiteit, daar is op in mijn middelbare schooltijd nooit aandacht voor geweest. Nee. En mijn ouders die wisten zich er ook geen raad mee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik denk dat dat natuurlijk wel een heel groot probleem is, waardoor natuurlijk ook tegenwoordig vooral jongens, toen ik jong was hadden we nog geen internet, dus als ik al iets van porno wilde, dan moest ik naar een boekwinkeltje. En, nou, dat heb ik nooit gedurfd en heb ik ook nooit over... Oh, shit. Nu heb je beelden, wauw. Het komt allemaal zo op je scherm. Oh, het internet staat er vol mee. Ja triest. Dus wat ik dan me kan voorstellen is dat dus eigenlijk heel veel jongeren, eigenlijk al heel jong, alleen nog maar in jij noemde dat, mentale orgasme terechtkomen. Ja. En dus helemaal die andere taal van überhaupt contact maken. Voor mij was toen ik 20 was ook... ik had zin in seks, maar dan moest ik eerst nog gaan zoenen en frunniken. Ja. Maar het gewoon, ik werd als kind ook niet geknuffeld. Dus het hele lichamelijke aspect, puur sensualiteit, intimiteit zonder seksualiteit, dat kende ik helemaal niet. Dus dat is een hele soort achterwaartse beweging geweest voor mij om helemaal dat te ontwikkelen. Ja, wauw. Ja. Nou ja, dat, ik ben daar heel erg mee gezegend achteraf. Ja. Maar ik denk dat heel veel mannen, zeker als ze machtig zijn, als ze succesvol zijn, nooit dat onderzoek gaan doen in zichzelf. En dus misschien alleen maar bezig zijn met piekorgasmes, met presteren, ook in de seksualiteit. Maar wat ervaar jij daarvan in jouw praktijk of in... De basis van onze training en sowieso... vind ik het ook fijn als mensen bij mij komen dat ze wel weten of een bewustzijn hebben op een piekorgasme. Want als je nog gericht bent op je piekorgasme en dat ook nog constant beoefent, dan vind ik sowieso dat je niet optimaal in contact staat met jezelf. Mm. En dus ook niet in contact kunt zijn met die ander. En ik kan je wel uitleggen van waarom ik dat vind. Wil je dat weten? ik vind dat... Ik ben er zelf achter gekomen. Het is misschien wel een lang verhaal, misschien wel te lang verhaal, maar... ik heb een keer een training gevolgd. Ik zat 6 keer 10 dagen in een klooster. Ik was 14, 15. En ik kwam daar een jongen tegen en die heette Mario. En die wist al wat van seksualiteit, maar ik nog helemaal niks. En op een gegeven moment zei hij, Ronald, weet jij wat een piekorgasme is? Ik zei, nee, want ik wist dat echt niet. En hij zei, nou, ik ga het je leren. Nou, toen zei ik, van, nou, dat is goed. Hij zegt, want het geeft een heel lekker gevoel.
Nou, dus hij had gezegd, je gaat naar je kamer, je zet een wc-rol neer en je gaat masturberen. En dan ga je dus aan je piemel trekken zo. En als je dan stijf wordt, dan ga je door. En dan komt er uiteindelijk sperma uit. En het geeft een heel lekker gevoel als dat dan gebeurt. Nou, dus ik naar mijn kamer, ik ging dat dus doen. En ik had wel een stijf piemel, maar er kwam niks uit. Dus ik weer naar hem toe. Ik zei, nou, het ging wel, maar er kwam niks uit. Hij zei, nee, maar op dat moment moet je gewoon aan iets denken wat je heel lekker vindt. Of wat je misschien een mooie vrouw als je van vrouw houdt, of een mooie man als je van man houdt. Maar doe iets wat je lekker vindt. Ja. Dus nou, ik wist dat wel, dus ik had wel een meisje die ik heel erg leuk vond en die ik heel erg knap vond. Dus toen, ja, dus ik weer naar mijn kamer. Ja. Ik ging weer naar mijn kamer. En nou, ik ging weer en opeens, toen lukte het. Ik ging erbij fantaseren, beelden erbij maken, geluid erbij maken. En toen had ik dat heerlijke gevoel van een orgasme. En er kwam dus sperma uit mijn piemel, dat kon ik dan opvangen. Dus ik ging naar hem toe, ik zei, nou wauw, dit was fantastisch, ik zei het je toch. Nou ja, dat was, op die leeftijd heb ik dus geleerd, van, nou dat is een piekorgasme en dat gevoel heb je erbij. Nou, dus dat was voor mij dus ook seks en dat was de basis eigenlijk van wat ik dan geleerd had en ik ging daarmee in contact. Nou, je kunt je voorstellen dat als je alleen maar dat weet, ja, dat niet altijd de schoonheidsprijs verdient in contact met een ander. Nee. Dus dat is heel lang gewoon, was het gewoon puur. Ik dacht eigenlijk van, nou, als je seks hebt, dan is dat orgasme is er en dat is dan seks. Ja. Ik wist helemaal niks van het vrouwelijke af, helemaal niks. Nee. Niks. Dus dat was het. Ja. Dus ik heb dat echt al een aantal keer met een aantal vriendinnetjes gedaan. Ik snapte ook niet dat zij het vrij snel uitmaakte. geen idee. Ja. Ja. Ja, toen ben ik wel wat gaan leren over het vrouwelijke ook. Dus ik kon toen al wat meer in de interactie. Maar ik was gewoon heel erg gericht op datgene wat er moest zijn. Ja. Dat was seksualiteit. Ja. Totdat ik met een man in aanraking kwam en die ging me uitleggen van nou, dat als je een diepere relatie met jezelf en met de ander wil, dan is een piekorgasme is eigenlijk gif voor de relatie. Mm. En hij ging me ook uitleggen van, nou, wat gebeurt er specifiek na het hebben van een piekorgasme, qua hormonaal. Ja. Nou, en dat vond ik zo interessant, want dat was zo herkenbaar. Mm. Want wat hij zei, van ja, weet je, na het point of no return, hè, dus nadat je, het point of no return, dat kent iedereen wel, van nou, je komt klaar of je nu wilt of niet. Ja. En wat er dan gebeurt, hormonaal, is dat je hebt, bijvoorbeeld heb je de oxytocine, heb je de prolactine en heb je de dopamine. Nou, wat er gebeurt als je tegen het point of no return aan zit, dan is de oxytocine, het knuffelhormoon, hè, maar ook de veiligheid, de verbinding die je hebt met die partner, is op zijn hoogst. Hè. Zij is de koningin, jij bent de koning, het is veilig, het is fantastisch, je bent verbonden. Dat is het. En als je dan komt, he, dan zakt eigenlijk die oxytocine, die zakt, he, hormonaal in je lichaam, waardoor een soort, ja, dan is de verbinding opeens een stuk minder dan dat die was. Hmm. He, en je wilt ook een beetje op jezelf. Het is niet meer zo van, wow, zij is die koningin. Nee, jij bent ook niet meer de koning op dat moment. En als je dan kijkt naar de prolactine. Prolactine is het hormoon wat normaal gesproken wordt aangemaakt bij vrouwen die zwanger zijn en borstvoeding geven. He, die zijn dan vaak voldaan omdat ze borstvoeding geven. Nou, er komt veel prolactine vrij wat ervoor zorgt dat ze dat gevoel ervaren.
Maar bij mannen, als ze dus een piekorgasme hebben, dan stijgt de prolactine. Dus hij is eerst laag, maar als je dus het piekorgasme krijgt, dan stijgt die prolactine. Nou, dat zorgt ervoor dat je een voldaan gevoel hebt. Ja. Je wil slapen op jezelf, ja. Het is genoeg. Ja. Dus ja, dat is ook een consequentie. En dan heb je de dopamine. Nou, dopamine is de mood regulator, het hormoon, eigenlijk het meest sterke hormoon aanwezig in de seksualiteit. Hè. Zorg voor geilheid, voor opwinding, voor lekker. Nou, als je kijkt naar je dopamine. Voordat je klaarkomt, hè, voor het point of no return, is dat op zijn hoogst. Ik weet nog wel dat ik was verslaafd aan dat piekorgasme. En mijn vriendin, die wist precies hoe het bij mij werkte. Dus als zij op mij zat en zij wist precies van, oh, hij zit nu op dat point of no return. Dan kon zij van alles van me vragen. Van ja, ik wil dat trainingspak, ik wil die schoenen, ik wil dat tasje. En ik zei altijd ja. Ja. Want ik was ik wilde dat ging gebeuren. Ja. Maar in ieder geval, die dopamine die is zo sterk, hè, dat is ook zo verslavend kan dat zijn. Na dat point of no return, dan zakt ook je dopamine. Hè, die opwinding, die geilheid, et cetera. En als je vrij jong bent, dan pak je dat zo wel weer op. Maar op wat latere leeftijd, ja, dan zakt dat behoorlijk. En voordat het dan weer echt op pijl is, dat kan echt dagen, soms wel eens een paar weken duren. Ja. En ook die oxytocine. Maar wat er gebeurt, als je niet meer piekt en die energie door je heen laat stromen, dan blijft de oxytocine, hè, dat knuffelhormoon, die verbinding blijft. Dat betekent dus ook na een vrije partij, ben jij mijn koningin. Ja. En hou ik van je en pak ik je en ben je lekker. Dus dat ontbinden, dat is er niet. Ja. Die prolactine, die blijft laag. Hè, dus ja. Het is niet voldaan. Nee. En die dopamine, die blijft ook hoog. Ja. Dus... Maar het is toch wonderlijk dat we in een maatschappij leven waarin eigenlijk de meeste kinderen, jongvolwassenen, op geen enkele manier toegang hebben tot, hè, dat ze niet geïnitieerd worden in deze soort, dat je dat, je hoeft het niet allemaal te weten, maar dat je daar wel op een bepaalde manier mee in contact komt. En dat vind ik eigenlijk al jarenlang, vind ik dat onbegrijpelijk. Ja, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat taboe is, want ja. ik denk ook voor leraren op school, die kunnen daar bijna niet over praten. Nee, want ik denk dat ze hard worden uitgelachen, juist door de pubers, als je het daarover gaat hebben. Maar dat is toch een wonderlijke, eigenlijk een soort verdraaiing, vervorming, want iedereen, seks, dat is wat natuurlijk de hele wereld, ook in de reclames, het gaat alleen maar over seksualiteit en op, natuurlijk ook in de media, in films en in de muziek. Dus seks zelfs. Maar eigenlijk is het niet een soort gezonde ontwikkeling bij die individuen over het algemeen. Ja, want ik weet nog goed dat jij afgelopen keer bij me was en toen zei je van seksualiteit is eigenlijk iets heel anders dan intimiteit. Ja. Maar ik weet je. Even denken hoor. Ja, ik denk dat als je echt met seks bezig bent, en dat is puur een betekenis die ik nu geef aan het woord, hè. Als je echt met seks bezig bent, dan kun je het ook hebben over porno of over geilheid. Maar intimiteit is eigenlijk alles. En intimiteit gaat, dat is veel meer yin, dus daar is geen doel. En dan ga je kijken van wat ontstaat er in ons samen zijn. Ja. In het contact, in de hele fijne aanraking, in de sensaties die je ervaart. Want sensaties die een baarmoeder en een penis samen kunnen creëren, gaat veel verder dan een piekorgasme. Ja. Dat is een hele nieuwe wereld. Ja. Maar daar heb je wel in te oefenen.
Nou ja, dat zie ik dan niet in deze maatschappij. Nee, maar dan moet je bij ons op training komen. Want nee, dan, tuurlijk. Bij wijze van spreken. Ja. Ja, als je maar dat is dat niet eigenlijk heel... wat ik dus eigenlijk dus merk is dat dus inderdaad... In deze cultuur, in de westerse cultuur, zijn we het helemaal kwijtgeraakt. En is het natuurlijk ook vanuit, denk ik, het christelijk geloof eigenlijk alleen maar bedoeld om kinderen te krijgen. Seks was eigenlijk vies. En dus er hangt een enorm taboe omheen. En ja, ik vind dat... Nou, ik denk dat het raakt me. Er zit denk ik een heel diep verdriet in mij om... Dat ik aan de ene kant het geluk heb gehad dat ik het wel op een bepaalde manier heb mogen ontdekken, ontwikkelen. Maar dat ik zie dat het ook zoveel ellende teweeg brengt. Omdat mensen dus die sensualiteit niet als een soort vertrekpunt nemen. En dus heel erg jong, eigenlijk inderdaad, veel mannen die willen dus inderdaad eigenlijk jong die piekorgasmes, omdat ze dat geeft ze ook een ontlading. Er zit vaak heel veel agressie ook in een mannelijk orgasme. Ja, maar weet je, het is natuurlijk ook, als je veel frictie gewend bent, dan is weinig frictie, voel je bijna niet. Ja. Weet je, dus het is ook oefenen, want... En daar bedoel je eigenlijk een penis in een vagina? Ga maar eens met bijna geen frictie. Vrije. Ja. Weet je, dan kun je zeggen, ja, maar ik voel helemaal niks. Of dat je stil bent, alleen maar voelen van, wat doet die baarmoeder en die baarmoedermond en die eikel zo samen? Wat gebeurt daar? De eerste tijd zal je helemaal niks voelen. Dan denk je van, nou, weet je, dit is niks. Maar doordat je kunt gaan oefenen en oefeningen krijgt, word je sensitiever en kun je orgasmes krijgen bijvoorbeeld op je oorlel of op je kruin. Dan kan de lichtste aanraking de meeste sensatie veroorzaken, doordat je gevoeliger wordt. Ja. En we zijn natuurlijk zo misschien wel verpest door veel frictie. Ja. Kijk, ik heb hier een buttplug en dat is voor de meeste mensen is het een seksobject. Ja, homo's. Dat is mijn eerste associatie voordat ik bij jou sessies ging doen. Ja, of dildo's, hè, dat kunnen seksobjecten zijn. Maar dit is voor mij, is het gewoon pure yoga voor de anus. Ja. En dan kun je om lachen. Ja, maar weet je, iedere spier in je lichaam, die kun je trainen. Ja. En de anus is bij de meeste mannen, is die... contracted is die verhard, maar strak. Ja. Nou, alles wat strak is, kan niet optimaal voelen. Nee. Alles wat strak is, daar kan geen energie langs. Dus als je bij mij komt en je staat open voor het interne deel van het lichaam, dan doe ik sowieso iets met de anus, omdat een anus vaak taboe is. Het mag er niet zijn. Het is vies. Er zit poep. Weet ik veel allemaal. Er zit heel veel op. Terwijl je gaat wel naar de yoga om je hamstring te verlengen. Zodat het kan ontspannen. Ja, en dat de energie weer gaat stromen. Juist. Want het is geen fitness. Hè. Yoga is niet fitness. Maar het is wel, het is wel een soort fysieke... dus het gaat uiteindelijk om het stromen van energie. En dan zeg jij dus inderdaad... Nou ja, zeg ik, weet je, ik ben daar zelf achtergekomen. Want bij mij, ik had gewoon binnen een minuut had ik een piekorgasme. Dat had ik natuurlijk ook geoefend, want ik had dat van die Mario geleerd. Hè? Binnen een minuutje was het klaar. Ja, met dus een traditionele seksbeleving. Ja, ja. En dat gebeurde ook in relaties. Ja. En toen dacht ik van ja, maar ik wil, het liefst wil ik mijn energie leren circuleren. En hoe doe ik dat nou? Nou, en dan kan je natuurlijk heel veel Taoïstische boeken gaan lezen, et cetera. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat mijn anus gewoon behoorlijk contracted was. Ja. Dus ik ben gaan oefenen. Gewoon 2 keer in de week een sessie met mezelf. Waardoor die anus zich kon gaan ontspannen en die energie er niet meer hier uit hoefde. Maar die kon achterlangs en die kon circuleren. En dan kon ik gewoon 2-3 uur seks hebben. Zonder dat het hier uitkwam met de meest fantastische orgasmes. Maar dan niet meer die piekorgasmes. Ja. Maar doordat dat ik ging oefenen om het point of no return omhoog te krikken, kwam ik op een gegeven moment op 99,9% uit.
En daar zitten de orgasmes zonder over de scheef te gaan. Ja. Dus zonder die hormonen uit te schakelen. Nee. Ja. Dus ja. Dat is een succesverhaal eigenlijk. Ja. Dat is mijn succesverhaal. Ja, ja. Nou, hoe mooi. Een slokje thee. Ja. Dit is de buttplug. Ja. Nou, wat ik heel mooi vind van de sessies die ik bij jou doe, is dat ik nog steeds merk dat als ik er over ga nadenken, dan zitten daar nog allerlei oude programmeringen van homoseksualiteit, vies, wat een onzin. Terwijl als ik dan in het moment alleen maar ga voelen, dan is alles vanzelfsprekend, omdat ik wel heel duidelijk voel wanneer er een soort in mijn lichaam een grens bereikt wordt. En dat is voor mij een hele andere beleving. Want jij bent, en dat vind ik heel fijn, als man kan je heel veel kracht zetten en stevig. Mm. En dan kan ik op een gegeven moment voelen van, oh ja, nu gaat het te veel pijn doen. Maar dat heb ik bij jou zelden, omdat jij wel heel erg afgestemd bent. Maar dat is een andere grens dan dat ik van tevoren bedenk, nou, dat wil ik niet hoor, en dat vind ik vies. Mm-hmm. En dat vind ik zo verrassend eigenlijk, dat ik in een heel ander gebied terechtkom dan dat ik me vanuit mijn hoofd had kunnen voorstellen, omdat daar zitten al die taboes en dat vind ik toch wel heel leuk. Maar dat heeft natuurlijk, misschien niet iedereen, maar wel heel veel mensen hebben dat natuurlijk, dat als je in de beweging stapt, dan kom je erachter dat er beperkende overtuigingen zitten. En als je niet in die beweging stapt, dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan kun je zeggen, joep, ik ben vrij. Ja. Ja, maar ga het maar eens doen. Want ik weet nog goed dat ik voor het eerst dat er werd aangekondigd, we gaan een ritueel doen waarbij je een piemel gaat vasthouden. Nou, wat er toen boven kwam, ja, ik ben geen homo. Ja. Ik denk niet dat ik dat ga doen. Ja. En nou, uiteindelijk dacht ik van oké, die overtuiging die is er, laat het er maar zijn en ik ga het gewoon doen. En het was zo fantastisch mooi om dat te gaan doen. Ja. Nou ja, en toen dacht ik ook van nou ja, ik... En wat was er nou mooi aan dan? Gewoon het gevoel? Omdat het was gewoon zo kwetsbaar. Weet je? Kwetsbaar, oké. Okay. Het is niet van nou, haal je piemel uit je broek. Nee, het was echt een heel ritueel. Ja. Dus, en in zo'n setting was het bijna een soort magisch iets wat er gebeurde. En daardoor kon die overtuiging die ik had, kon transformeren. Mm. Dus ja. Maar ik heb ook in mijn sessies heb ik grenzen gekend dat ik dacht van ja, maar ik ga niet zo ver, want dan ben ik een mannelijke gigolo of dan ben ik een hoer. Dus dat ga ik niet doen. Maar doordat ik dingen wel ging doen, kwam ik erachter of die grens, of dat een beperkende overtuiging was, ja, of dat het een echte grens was. Ja. Dus ik ben, weet je, ik daag mezelf altijd uit om te kijken van oké, ik wil wel in de beweging stappen om te checken of datgene wat mijn hoofd zegt, of dat klopt. Ja, mooi. Ja. Ja, dat is een nuance, hè? Ja. Ja, want je kunt je natuurlijk door angst laten belemmeren, hè, want het hoofd is sterk, hoor, dat weet je, want je bent opgegroeid met het hoofd. Je kunt je door je hoofd laten belemmeren, ja, en dan zul je heel veel deuren zullen gesloten blijven. Ja. En doordat je in de beweging gaat stappen en jezelf eigenlijk aangaat, yes. En je maakt zelf je eigen stap. Hè. De ene maakt die kleintjes, de andere maakt grotes. Maar je kunt dus gaan voelen van oké, hoe voelt dit voor mij? Ja. En je kunt altijd terug. Ja, dat is mooi. Hè? Gewoon verkennen. Ja. Ja, dat vind ik echt heel wezenlijk. Dat we dat ook weer gaan leren. Ook, mm-hmm. ook aan onszelf en ook aan onze kinderen. Van hey, en ik denk dat dat is natuurlijk ook heel belangrijk is, als ik weer terugga naar seksueel misbruik, aanranding, is dat dat elk mens mag oefenen met autonomie, met
mijn grenzen, die zijn voor mij, zonder dat ik ze hoef uit te leggen, heilig. Ik hoef nooit uit te leggen waarom jij mij nu niet mag aanraken. Mm-hmm. Het is gewoon nee. Mm. En ik... Ja. Nou, ik voel eigenlijk heel erg dat ik zo zou wensen dat... En dat dit gesprek ook bijdraagt op de een of andere manier. Ik denk wel in de energie ook dat we als hele maatschappij gaan bewegen naar een hele andere beleving van intimiteit. Maar ook de polariteit tussen mannen en vrouwen. En uiteindelijk daardoor ook seksualiteit. Mm-hmm. Ja, want er zit natuurlijk een heel dun lijntje. Vooral, het is heel mooi gezegd. En alleen als je hoofd vol zit met porno, dan zit je hoofd vol met beelden, maar ook met overtuigingen hoe het zou moeten zijn. Ja. En als je die meeneemt in het contact wat je krijgt, dan kan je over grenzen gaan. Dan ga ik als man een vrouw als seksobject zien. Ja. Als lustobject. Ja. En ja, dat is per definitie gevaarlijk. Ja, precies. Dus ja, ik vind, dat is voor mij echt heel groot, dat die porno, dat het allemaal zo openlijk is, al op jonge leeftijd voor jongetjes en meisjes, dat het dan zo normaal wordt in hun leven, dat ze met die know-how in contact gaan met elkaar, dat vind ik eigenlijk gewoon gevaarlijk. Ja. Als je dan hebt over wezenlijk contact, over echte intimiteit, ja, dat staat ertussen. Ja. Dus ja, ik denk dat we een taak hebben om jonge mensen ook bewust te maken van het feit dat ze op die manier zijn opgegroeid en dat ook anders kan. Ja. En want het heeft soms wel jaren nodig om die beelden uit je hoofd te krijgen. Ja. En om natuurlijk, vanuit verbinding eigenlijk het contact te maken met een ander. Juist, ja. Ja. Hmm. Ik realiseer me in één keer dat de tijd is omgevlogen. Oké. Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja. Oké. Ja. Ja. En... Ik weet even niet zo goed wat ik daar nu mee moet, maar het is meer dat ik het even me bewust ben. Oké. Okay. Ja. Jullie zijn klaar? Nee hoor, niet per se. Maar dat ik even denk, oh ja, dat is gewoon hoe het is. Ja. Ja. De tijd is omgevlogen, dus je wil eigenlijk die opmerking die maak je omdat, want ik waarschijnlijk voel ik dat niet, want het is nu alsof je zegt van nou, het is eigenlijk klaar. Nee hoor. Oh. Ja, dus ik begrijp dat jou dat ja, gevoel dat geeft. Zo, ja, en nee, maar kijk, wat we hier eigenlijk een beetje in de yin-tijd min of meer naartoe zijn gegroeid, is dat een gesprek twee keer een half uur duurt en dan ronden we het daarna zo'n beetje af. Okay. Maar we zijn volgens mij al bijna anderhalf uur bezig en dat is helemaal niet verkeerd, want het stroomt vanzelf. Mm. Dus, maar dan, ik heb natuurlijk ook in contact met Frank, met wie we dit maken, ook wat willen we graag qua... En ik word even geconfronteerd ook met dat ik kan me soms bijvoorbeeld verliezen in enthousiasme. En dat is een soort ding vanuit mijn jeugd. Dan krijg ik later de kritiek dat had niet gemogen. Okay. Dus daar zit voor mij ook nog een soort angst onder. Dat ik dan vanuit mijn enthousiasme maar doorga. En dan krijg ik later een soort correctie of boosheid of straf. En, dus dat is mijn gevoel. In principe kun jij gewoon sturen, want jij kunt gewoon aan mij een vraag stellen, dan ga ik weer een andere kant op bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dat zou je kunnen doen. Nou, ik ga wel met je mee. Ja. 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 Nou, en wat ik ook heel erg wel voel, is dat elk gesprek
als we allebei in die afstemming zijn, dan voelen we op een gegeven moment, oh ja, nu is het wel klaar. Hmm. Maar dat gevoel had ik net nog niet. Hmm. Maar dan komt wel even dat scheidsrechtertje van, dus eigenlijk nou, de voetbalwedstrijd zou normaal nu zo'n beetje klaar zijn. Dus nou ja, dat is even wat ik ook inbreng, want ja. Dan is het voor mij nu heel verleidelijk om vanuit die angst het nu heel snel af te ronden. Maar het is voor mij, het is wel interessant, want toen je dat zei, toen was er meteen geen energie, ging woef, zakte weg. Voelde meteen. Ja. Dus dat deed ook iets met jou? Ja, meteen. Ja. 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 Ja, het is alsof je dan in je hoofd schiet. Hè, eerst zit je er aardig in en dan schiet je in je hoofd en dan ga je vanuit je hoofd met mij communiceren, terwijl dat gewoon op dat moment niet aankomt. En dan verlies ik en dan zak ik. Ja. Ja. Ja, dus dit is een mooie dynamiek. Ja, zeker. Ja. Ja, want dat, als je met je hoofd met mij gaat praten, vanuit dingen bedenken, en dan ben ik er niet. Nee, en dan kan er ook niet een flow ontstaan of zo. En dan, En dat is ook niet wat we willen met Yin-tijd. Nee. En het gevaar is dat het uit de bocht vliegt en dat ik daar dan dus op een bepaalde manier... Ja, maar ik denk wel dat jij bij machten bent om dan toch wel een vraag te stellen en dan mij te sturen. Want, en dat hoeft niet eens, natuurlijk om eventjes hoog bij, maar dan weer gaan en dan een andere richting. Ja. Jij bent bij macht om dat te doen. Ja hoor, absoluut. Ja. Ja. Zeg maar niet te lang daar blijft in je hoofd. Ja, dus. Wat ik eigenlijk heel mooi vind is dat we met Yin-tijd ook helemaal ergens in kunnen gaan. En dan op een gegeven moment ook weer eruit gaan. Mm-hmm. En dat ik niet een soort interviewer ben die gewoon de vragen stelt en dan de antwoorden krijgt. Daar ben ik me even nu bewust van. Dat is ook een uitdaging voor mij en ik denk ook voor jou. Want dat deed je ook van alles met jou net. Ja, ja. En, ja, maar het is dan alsof het een soort geforceerd einde wordt. Precies. En dat is puur energetisch wat ik dan voel van wow, dat... Dat klopt voor mij ook niet. Het is geen spelletje, weet je wel, wat we doen. Het is echt. Geen trucendoos. Nee. Nee. En dan is het net alsof je je best hebt gedaan, maar dat klopt dan niet. Nee, want ik voel ook een bepaalde emotionaliteit in mezelf nu. En vooral echt, ik voel me heel erg kwetsbaar nu. Mm-hmm. En dat heeft niks met jou te maken, maar met de hele dynamiek van wat we doen. Mm-hmm. En dat ik ook precies dat voel. Ik wil de kwaliteit van ons gesprek geen geweld aan doen om nu in één keer vanuit een soort yang-beweging te zeggen, oh ja, dan is het nu gewoon bam, klaar. Hm. Ja. Ja. Ja, dat is ja, zo werkt het al. Hè? Als je radicaal eerlijk bent en doet en leeft. Ja. Dan gaat het in een fade in en dan gaat het in een fade out. En dat moet kloppen. Tenzij brand uitbreekt, dan rennen we allemaal naar buiten. Dan rennen we naar buiten. Ja. Maar ik heb het wel als fijn ervaren. Dat ik gewoon mezelf heb kunnen laten zien. En dingen die in me opkwamen en die jij vroeg. En, dus ik vind wel vrij compleet wat we hebben gedaan met z'n allen. Nou, het stroomde echt heel makkelijk. Ja. En dat is voor mij ook heel fijn. Dat is ook elke keer een andere dynamiek die ik heb met een gast. Hm. Dus misschien moet je gewoon nog een keer komen. Ja, laten we dat doen. Ja. Dankjewel, Gerard, voor deze uitnodiging. Graag gedaan. Niet samen zijn in deze andere vorm. Ja, dat is ook leuk. Ja. Ik ben altijd bij jou te gast en nu ben je bij mij te gast. Ja. Bij ons. Ja. Ja. Dus ik wil jou ook bedanken
voor nou, eigenlijk alles wat je hebt ingebracht, maar ook hebt laten zien en laten horen. Hmm. Ja. Graag gedaan. Hmm. Met al mijn passie, met al mijn liefde. Ja. Ja. Het was wel een beetje frisjes. Ja, ja, daar gaan we wat aan doen. Ja, ja. Ja, dat is echt nodig. Ja. Hmm. Dankjewel. Mag ik je kunnen voorgeven? Ja. Oh! Boom. That's it. Ja. Dankjewel, Gerard.